Vandaag is het de dag van de Europese verkiezingen. En de media staan bol van groot, groter, groots. Wat moeten we stemmen? Moeten we nog intensievere landbouw? Moeten we nog meer voedsel produceren? Maar ik ben eens benieuwd. Kan het ook kleiner? Kan het ook liever? Kan het ook gezonder? Daarvoor gaan wij op pad. Annemiek Haring, jij hebt hier een voedselbos. Kun je eens uitleggen wat dat is? Ja, ik kan uitleggen wat een voedselbos is. Ik heb een heel klein voedselbosje. En een voedselbos is een zevenlaags, of in ieder geval meerlaags systeem, gebaseerd op een gewoon bos. Je hebt hele hoge bomen, je hebt lagere bomen, struiken, klimmers, struikachtig 50 centimeter hoog spul en een bodemlaag. En dan ook nog bijvoorbeeld uien, bollen, knollen. En daar kan je nog meer lagen aan toevoegen. En al die lagen zijn of eetbaar voor mensen, of ondersteunend. Dus eetbaar ook voor dieren of voedseltoevoeging voor planten en bomen. Ja, maar waarom is dat nou belangrijk? Je kunt toch ook gewoon een heel veeltje wortelen planten? Ja, dat kan. Dat doet men al eeuwen. Wat alleen dan gebeurt is dat er aarde wordt steeds opengewoeld. En voor de natuur is de bodemlaag ontzettend belangrijk. Dan heb je ook maar één teelt per jaar. Dus commercieel is dat niet heel handig. En die bodem die verschraalt. Die maak je steeds open, steeds opnieuw zaaien. Steeds opnieuw ga je aan de gang. En al het bodemleven verdwijnt, komen minder vogels. Het is gewoon minder goed voor het geheel. Het zou goed zijn als we allemaal stoppen met de aarde bloot te laten. De aarde dicht houden met mulch. Meer vaste planten gebruiken. En bomen die zijn ontzettend belangrijk, ja. Meneer Wieringa, wij zijn op zoek naar alternatieven voor dat hele mega gebeuren in de landbouw en in de veeteelt. En dat bent u, hè? Wat voor bedrijf heeft u? We hebben een gemengd biologisch dynamisch bedrijf met een boerderij. Met melkkoeien, vleeskoeien, groenten, granen, aardappelen. Nou, alles zeg maar. Alles zeg maar. En wat is de filosofie achter dit? Wij willen rechtstreeks voor consumenten hier in de omgeving, van Arnhem tot Wageningen en van Ede tot Nijmegen, producten produceren die de mensen kunnen ophalen in hun eigen dorp of stad. Daar hebben we 5 plekken voor waar consumenten hun eigen producten kunnen ophalen met hun eigen sleutel. In een koelcel van ons, waar ze 7 dagen per week 24 uur per dag terecht kunnen. Voor melk, yoghurt, karnemelk, voor groenten, voor vlees, voor brood, eieren. Dat is wat we doen. En dat komt hier allemaal vanaf uw land, ja, waar we nu zijn? Komt allemaal hier vandaan, ja. Ja. We zijn een relatief kleine boerderij. We hebben 38 melkkoeien. Nou, het gemiddelde in Nederland is al 100, dus we zijn relatief klein. Maar alle melk die wij hier produceren, die gaat rechtstreeks naar de consument.